hele goede avond. Nou, het is nog geen avond, het is bijna avond. Maar ik ga eindelijk weer eens een keer een nachtje vissen met mijn grote, lief wil ik niet zeggen, maar mijn grote broer. Hey. Die staat hier. Zo. En wat we gaan vissen, jongen. We gaan eindelijk een nachtje vissen. Twee dagen zijn voort. Strawberry crushbootjes, goed in de winter. Dus, en op een stek waar al vis is gevangen deze winter. Ja, die komen nu in beeld, die vissen. En ja, we gaan gewoon naar de stek. En we gaan het zien. Het is bijna donker, dus let's go. Zo, dames en heren, het is een uurtje of 8 uur, 8:30. En de eerste vis is binnen. Mooie winterschub van zo'n 6 kilo, denk ik. Ongeveer 5, 6, misschien 7. Ik weet het niet. Maar hele mooie vis. Ik ben er blij mee. En echt al snel actie. Ja, het is helemaal top. Ik ga hem terugzetten, hengeltje ingooien. En ik hoop dat ik er lekker veel kan bijpakken. Nou jongens, toch één biertje mee voor de smaak. Het is misschien wel dinsdagavond, maar dat hoort er gewoon bij, toch? Eén biertje voor de smaak. Ja, lekker joh. Ja, vind ik ook. Wessel, nog niet aan het bier, hè? Niet goed voor je. Zo jongens, wat een ellende zeg. Het is altijd als je er net nog niet uitgepakt bent, dan gaat het vol als regenen. Dus we moesten met alle macht en moeite de tent opzetten in de volle wind. Tenten waaien weg, spullen regenen nat. Maar eindelijk zitten we. Alles een beetje geïnstalleerd. Rampje opgehangen. En als we net zien, dan is het droog. Dus we gaan maar verder. Moet maar. We hebben enorm veel vragen over wintervissen en waarom we nou niks vangen in deze tijd van het jaar. Gehad via de Instagram DM, dus ik zou eerst eigenlijk beginnen waar wij beginnen met qua stekkeuze. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Probeer het diepste punt van het water op te zoeken en ga dan op die stek zitten. Het is bij ons hier zo achter de enige plek waar je hier niet met een waterpak kan lopen. En dat is dus ook zeker het diepste punt. Daarom hebben wij voor deze stek gekozen en zoals wij ook merken zien we gewoon dat heel veel vis ja, eigenlijk daarvan afkomt. Dus tip nummer 1. Zo jongens, de eerste montage is klaar om erin te gaan. Zoals jullie zien, gewoon een snowman montage. Ja, niet te moeilijk. Strawberry crush van Nes. Haakmaatje 4, Fang X. En een inline loodje, klein beetje putty. En ja, niet te lang onderlijn. En dan moet het helemaal goed komen. Nou jongens, naast die boei is de bedoeling. Dat gaan we even laten zien. Zo, Wiet. Zo. Is het bijna donker of is het bijna donker? Bijna donker. Maar het is recht klaar. 18 mm. Strawberry crush van Nash. Lekker hoor. Bowie. Hey. Nou, maar ik vind één keer goed werken. Ik ben benieuwd. Ik ga toch hard lachen als je hem overheen hebt. Wordt het de rechter of de linker? Helemaal links. Ja, wel lekker, lekker lucht hierbij. Links is het moeilijkst. Normaal ga je nou op je knieën zitten. Nou, anders dan gooi ik zo in die lijn. Die kabels, die kabels jongens. Doodgevaarlijk. Twee keer overheen gegooid. Nou, dit is echt heel slecht. Zo, chef, ligt die? Ja, die ene wel. Lekker man.
Nou, Wiet, je gaat nu gooien. Leg jij eens uit waar jij op let als je gaat gooien. Ik vis met een rugrootje, 45 gram. Met een, hoe noem je dat, 7-trip variant. Je hebt hier best veel modder, zeker aan de rechterkant. Dus ik wil niet dat het inzakt. Met het, de linkerhengel is een inhengrootje. Daar is iets harder, dus dat kan. Dus, maar ik ga nu werpen, dus moet maar. Moet maar. Op de knietjes. Nou, die was echt heel slecht. Die heeft niet snel te veel, hoor. Nee, ja, jongens, tip van Wietse uit de winter. Er is niet snel te veel. Of al smijten met dat ding. Nee, jongens. Een andere wintertip. Een vis is een koudbloedig dier. En die neemt dus de temperatuur aan van de omgeving. Dus als het water koud is, heeft de kist het. Zo, heeft de vis het? Honger. Nee, nee. Het is ook koud, ja, dus zal hij niet veel zwemmen. Maar er zit hier veel vis en er is een goed terugverteerbare boei. Stalbergkrust, dat weten we dan ook wel weer. Dus en ja, dat scheelt wel, hè. We krijgen twee hengels op dit stukje, dus. Ja. En twee dagen gevoerd. Dus. Oh, ik is niet snel te veel. Zeg die liggen. Oh, 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 wat is er nou met je pannetje? Ja, jongens, ben ten einde raad. Er is iets van afgevallen, wat er toch ophoorde, wat ik niet dacht dat het ophoorde. En nu spuit er dus gas aan de onderkant uit, wat niet de bedoeling is. Dus ik denk, ik dacht eerst, dat plakken we af met papier. Vloog in de fik, ging niet zo goed. Toen denk ik met Poetie, dat ging toch één burgertje goed. Ja, toch een burgertje op. Maar toen ging de poetie helemaal pruttelen en werd het warm en dat was ook niet helemaal de bedoeling. Dus nu zijn we toch maar terug bij het oude pannetje, terug bij het oude gasstel. We hebben wel een nieuwe pan, jongens, wat vinden jullie ervan? Ja, helemaal joh. Richtmonkie, oh wat ziet dat er fantastisch uit. Het passen de vier burgers te rijken. Ja, dat is gewoon, dat vind ik echt koning. Ja. Heerlijk jongen. Echt beest. Dus, de lens is een beetje beslagen. Ja, dat zie ik. Dat maakt niet uit. Nee. Eens. Ik lekker het laatste hapje van mijn burger opeet. Ik denk ik wees aardig verchit, hè. Kijk, ik pak hier een burger. Ik denk ik doe hem zo in de pan. In de pan. Nou, zie ik hem zitten door de cheddar cheese. Hey, lekker man. Lekker. Nou. Ben dan wel. Maar een beetje ketchup erbij. Oké, geef nou even een cursus hoeveel er nou op moet. Ongeveer zoveel. Zoveel? Ik word niet gesponsord, Heinz, maar dit is wel lekker. Okay, en dan wat je dan doet, pak de bovenkant. Doe je een beetje dry, een beetje twisting. Ik zo verdeel het egaal. Kijk, de lens is een beetje beslagen. Fact. Maar... Ja, echt ziek hoor. Dat is niet goed, jongens. Is goed voor je, weerstand. Is niet goed voor je, boys. Mocht coronavirus nog uitbreken, dan is het goed voor je weerstand. Aha. Wat gebeurt hier, jongens? Heb jij een vis? Eraan. Voor mij wel een kleintje, maar maakt niet uit. Lekker man. Hey. Hij trekt nog niet echt door de slip, maar het is toch lekker hoor. Hey. Goed bezig man. Heerlijk. Lekker hoor. Als jij nou even het schip net in elkaar zet, ook misschien wel. Ja, dat kan niet. Hey. Ja, lekker hoor. Hey. Henk? Allemaal amateur. Nice. Ja. Zo, wat een amateur. Hij doet het gewoon even. Wel dan. En niet eens van de schansen. Niet eens van de schans, jongens. Dat is niet waar ik het had verwacht. Maar voorvoeren werkt, zo zie je maar weer.
gaat helemaal perfect. Mooi. Ik ga nog op de foto zetten. Lekker hoor. Ja. Zo dames en heren, eerste vis van de nacht. Zoals je ziet, punt gaaf, mooi dat rugvinnetje omhoog. Staartje erop. Ja, het is niet de grootste die ik heb gevangen, dat niet. Maar zeker een mooie vis. En in begin maart is elke vis nog steeds welkom. En ja, dus ik denk 9:30. Dus goed begin. Dat er nog vele mogen volgen deze nacht. Mooi, vind ik ook. Helemaal top. Lekker hè? Deze sta je op YouTube. Hey! Fuck man! Nou jongens, dit zijn de handjes waar ik gisteren net even een lekker handje mee gehad. Oh. Heerlijk hoor. Hey, dat is genieten. Dat is lekker. Gaat ie, oude doelgang. Ga je oma maar halen, grote vriend. Doei. En zwem nog rustig weg. Calm and easy. That's how it goes in the winter. Hey, lekker man. Lekker. Zo, dames en heren, een goede nacht. Het is nogal best wel fucking koud. Mooi. Echt niet normaal. Maar er zijn weer twee vissen gevangen. Eentje van Wietse, die was, Wietse zei dat hij aardig mooi was. Dus ze zei, ik heb het koud, ik stop me even in de sling maken, morgenochtend even een fotootje. En ik heb echt een super kleine vis in het net. Hier ga ik jullie nu laten zien. En er staat gewoon de teller alweer op 3. Dus dat is helemaal geweldig. Yo, kom op. Even uit het water halen. Kijk. Yo. De richtjes die haken wel, hè. Hé. Hey. Met een onderlippie. En uitbekkie. Hopelijk dat hij er toch wel snel uit gaat. Zo, daar is hij dan. Knolpower. Jongen. Kleintje. Oh, oh, klein, fijn, glibberig. Winter, ijskoud. Bam. Wel één keer gezien? Ja, zie hem ook. Ah, mooi. Ah, punt gaaf, hè? Punt gaaf. Klok gaaf. Yes. Klok gaaf, Piet. Mooi, man. Perfect. Terug naar mij. Hey, ouwe gek. Hoe is het? Ja, best. Ga je eruit? Aardig moe, jongens. Ja, bakker. Lekker een bakje zetten. Gewoon een lekker bakje zetten. Wissie op de foto zetten. Oeh, het is koud, man. Mooi weer. Mooi weer. Zon, die staat aan de... Aan de horizon. De horizon. De zon staat aan de horizon. Heerlijk. Lekker pik. Dus het is een mooie dag. Het is een nieuwe... Koffietime. Ja, jongens, lekker bakkie. Lekker zeiken. Ah. Voor een beeld dat hij aan het schijt is. Lekker man. Ha ha!
mooie vis ziet. Ja, prachtig. Strawberrycrus. Tegen, nee, dat is bij jou. Tegen de boeien. Twee dagen gevoerd en het heeft toch geholpen. We hebben toch 5 of 6 runs gehad. Ja, heerlijk productief nachtje. De derde van maart is het. Hij voelt ijskoud aan. Hij beweegt ook niet veel. Maar ja, toch blijft het toch een wintervisje. Hij telt. Ik zal hem even snel de andere kant laten zien. Hoppa. Hij zit goed voorgevreten. Hij bek op de voerstek gebivakkeerd. Gebivakkeerd? Ja hoor. Kijk hier. Ja, hij is wel mooi. Hij is echt mooi. Ik ga hem alweer terug. Zeker. Hé hey Hannes, ga eens even zwemmen. Later! Kijk! Dat is handig. Opgeruimd staat netjes. Nou jongens, we gaan lekker opruimen. We hebben toch vanochtend niks meer bijgevangen, maar alsnog met 5 runs en 4 vissen hebben we niks te klagen. Wietse die had 1 klein visje direct teruggezet, omdat hij het te koud vond. De boy. Maar ja, maakt niet uit. We gaan lekker opruimen en heel misschien volgt er nog een vis. Zo, de karren zijn weer ingepakt. Het is een uurtje of 10. Jongens, we gaan weer naar huis. Wietse moet zo naar school, ik ben een lekker dagje vrij. Altijd je afval opruimen. En weggooien in de prullenbak, niet ergens in de natuur. Zo is dat. Zou je het voor samen schoon houden, jongens. Dus nou, dat was bij deze het einde van de video. Vond je hem leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Gewoon een duimpje omhoog. En we gaan ons uiterste best weer doen om elke week een video te posten. Dat is zeker waar. Half 4 op de dinsdag, dus je weet het. Abonneer jongens. Doe het gewoon, kost niks. Helemaal gratis. We zitten bijna in die 20.000. We moeten er even vol gas voor gaan. Even knallen dit jaar en gaan we jullie volgende week weer zien, mooie jongens. Dingen te wachten. Heerlijk. Ciao! Volg ons ook even op Insta. Ja. DB Fish Team. Ja, dat is waar. Lekker. Hoi.